Er wordt nog wat aan opgemaakt, maar met het licht duwen en trekken wordt er voor afschermen gezorgd, wordt er rustig gewerkt en is die weg. Wordt de charge weer uitgedeeld. Er is een wapen van een van de collega's afgepakt. Afstand, aansluiten, herinnering, nu! Dit gebeurt in het echt natuurlijk ook. Het is altijd spannend om een schild van een ME'er vast te pakken of te proberen zijn helm voor zijn hoofd te trekken. Nu! ME komt naar voren. Jullie hoorden net het commando charge geven. Charge betekent dat er een aanval wordt ingezet op de opponenten. Voordat er wordt geslagen betekent meestal dat het oprennen van zo'n groep ME'ers al voldoende signaal is. Voor de linie, de man met de hombouwknuppel wordt gepakt. Op het moment dat die verdachte wordt gebeten door de hond, hebben we een zorgplicht. Zo'n hond laat hele lelijke afdrukken achter. De verdachte wordt dan ook vaak aangehouden en zal worden meegenomen naar een politiebureau. En die wordt dan verzorgd en onderzocht door een arts. Om te kijken of er dingen stuk zijn. En op je achteruit. Als er dan niet wordt gereageerd op klappen. Niet goed gereageerd op charges op een linie van ME, kan dus die waterwerper worden ingezet. De waterwerper werkt nooit alleen, het is altijd onderdeel van de mobiele eenheid. Gaat die jongens? De waterwerper heeft 8000 liter water bij zich en heeft een waterschot. Het schot gaat zo hard dat je daar een volwassen persoon mee omver blaast. Wat je zien is dat hij over de menigte heen blaast. Zou je werkelijk op mensen richten, dan gaan ze op verder, dan wordt ze heel nat. Die waterwerper is volledig beschermd, daar kan je van alles tegenaan gooien. Dat je besluit om te blijven staan en je drie keer zo'n schot hebt gehad, dan word je meestal wel wat nederiger. Deze verdachte is ook een collega, dus die gaan we ook heel houden, want die hebben we volgende week weer hard nodig. Maar hij gaat laten zien hoe het is op het moment dat de bewakingseenheid in contact raakt met een verdachte en overgaat tot een aanhouding. Dit zijn dus geen eenheden die worden ingezet voor de aanhouding van een regulier persoon. Dus zij zullen ergens een klus hebben. En op het moment dat zij in contact raken met een verdachte, dan gaan zij op basis van hun procedures aan het werk. U ziet dat er op normale wijze contact wordt gemaakt. Meneer wordt aangeroepen. De hand gaat naar de broek. En er lijkt iets van een vuurwapen in te zitten. Het vuurwapen wordt teruggeschoten. En de verdachte is geraakt. Het voertuig gaat naar voren en wordt als dekking gebruikt. En weer gaat de snelheid eruit. Er worden vuurlijnen op de verdachte gezet. Meneer wordt aangeschreeuwd. Hij is nog steeds in beweging. Ik zie het wapen liggen. Het is niet veilig. Tot het moment dat het veilig is, zult u de dienders de snelheid eruit zien halen. Meneer wordt aangeschreeuwd. Krijgt commando's. Er wordt hem verteld wat hij moet doen. De eenheid gaat een procedure afspreken. En de procedure is in dit geval de schildprocedure. De mobiele eenheid heeft rieten schilden zoals u zag. Die schilden die houden een steen tegen, die valt mooi dood tegen dat riet. Dit zijn schilden die ballistisch zijn. Het ziet er een beetje uit als Asterix en Obelix. Maar deze kunnen een schot van een vuurwapen tegenhouden. De voorste man heeft het schild. Daarachter komen zijn maatjes die links en rechts van het schild een vuurlijn op de verdachte zetten. Hij krijgt commando's. Hij is gewond. Dat gaat na de veiligheid voor de collega's en voor omstanders. Hij moet zich omdraaien. Hij moet op zijn knieën gaan zitten. Kennelijk lukt dat nog.
met de schotwonden die hij heeft. Wij noemen dit etaleren. Wij zetten het poppetje neer zoals wij het poppetje willen. Handen gaan opzij. Blijft de vuurwapen gericht en een van de collega's in het treintje dat wordt gevormd gaat boeien. Dat doet hij zo dat zijn collega aan vuurlijn kan blijven houden op deze verdachte. Er wordt de handboei aangeslagen, handje gaat naar de rug, de collega blijft aan de zijkant. Er vindt een aanhouding plaats. Meneer wordt gefouilleerd om te delen waar hij bij kan. Dat is niet zoveel met de hand op de rug, maar als hij in de auto zit willen we niet dat hij iets uit zijn broeksband kan halen. De collega wordt ongemakkelijk gepositioneerd, het vuurwapen gaat mee en hij wordt afgevoerd naar de auto. Hij gaat achter het treintje met het schild, de richting waar zojuist nog het gevaar vandaan kwam. Ze weten niet of er nog één is, of hij een maatje bij zich heeft. En onder dekking bewegen ze hem terug naar het voertuig. Bij het voertuig is nog een collega aanwezig. Die gaat zorgen dat er gewerkt kan worden, dat hij niet kan stappen. Achter het dikke voertuig, dat een veilige dekking is. De meneer wordt aangehouden, ingeladen en afgevoerd. Vanaf dit moment is de normale verdachte, zoals elke winkeldief wordt meegenomen. Hij wordt afgevoerd naar het politiebureau, wordt voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Die bepaalt wat er verder wordt gedaan. En meneer zal worden gehoord. Er wordt een verklaring van hem opgenomen. Zal er een confrontatie met de verdachte gaan plaatsvinden? Nee, lacht daar. Ergens een stuk. En wat u in de film ziet is dat er collega's van de recherche schietend en doend hun acties verrichten en dat het binnen anderhalf uur opgelost is. Helaas is dat in de praktijk niet zo. Het duurt het wat langer en hebben we gewoon veel meer mensen nodig om iets veilig te kunnen doen. En ook al heb je zo beschermend pak en zo beschermende auto, het is nooit helemaal veilig. Vandaar dat die procedures zo belangrijk zijn, want ook van onze kant vallen er helaas bij inzetten soms gewoon gewonden. De bewakingseenheid loopt op. Twee collega's lopen achter het voertuig, twee voor het voertuig. Alles gaat weer in rust. Vaste snelheid. We hebben geen haast, het moet vooral veilig gaan. Ze krijgen zicht op de verdachte. Hij heeft zijn hand op zijn broekzak, daar houden we absoluut niet van. We willen die handen zien. We willen weten dat het veilig is. De verdachte wordt aangeschreven, laat je handen zien. De handen komen niet zichtbaar, dat is een hele gevaarlijke. Collega gaat neer. Teruggeschoten, verdachte wordt geraakt en het voertuig wordt gebruikt om de collega af te schermen. Twee collega's gaan zich bezighouden met de verdachte, want het gevaar is nog steeds. Hij heeft nog steeds een vuurwapen. Ze doen dus, ze gaan een rookgranaat werpen. De granaat die geeft een beperkte hoeveelheid rook. Normaal gooit er een aantal neer. Dit moet de verdachte desoriënteren. Ondertussen blijft er op hem gericht. Op het moment dat hij gekke dingen gaat doen, dan mag er worden geschoten. Er is sprake van vuurwapengeweld. Ondertussen wordt de gewonde collega wordt behandeld. Die wordt zo behandeld dat hij verplaatsbaar is. Zijn maatjes redden hem. Hij wordt meegesleept naar de auto. Het enige doel is nu de collega veilig evacueren. De collega moet weg, en ondertussen wordt de verdachte beveiligd. Het schild wordt weer gepakt. Ze gaan over naar de schildprocedure, zodat ze veilig achter die dikke stalen plaat zitten. Die is uitgeschakeld. Goed naar weg! De verdachte wordt aangelopen. Die auto van 4.500 kilo die, is op dit moment een noodambulance geworden. Dus dat de collega naar het ziekenhuis.
Ondertussen wordt de verdachte aangeschreven. Ze wordt op dezelfde manier aangehouden. Zo zie je dat ondanks het feit dat er onverwachte dingen gebeuren, dat de eenheid probeert te blijven opereren. Nu met 2 man minder. Dus dat betekent dat de procedures moeten worden aangepast. En in afgeslankte vorm proberen ze dezelfde veiligheid te creëren. De verdachte wordt in een oncomfortabele positie achter het schild gebracht. Wordt afgevoerd. En geloof me, dit loopt heel vervelend. Via de communicatiemiddelen wordt er een auto opgeroepen, zodat de verdachte kan worden afgevoerd. En de bewakingseenheid gaat weer veilig in dekking richting voertuig. Ondanks het gewicht van deze auto 4.500 kilo, kan die snelheden halen en dat duurt wat langer voordat je erop zit, tot de 200 km per uur. Maar zoals je ziet is het voertuig wat dat betreft dan alleen maar om te verplaatsen en wordt hier verder vooral een stuk gereedschap ingezet. Om voor veiligheid te zorgen en op het moment dat er sprake is van De verdachte wordt gepakt door een hond, zal daardoor stevige schade aan zijn arm hebben en kan niet veel meer doen dan blijven liggen. Links van hem is inmiddels de brand bij de tankwagen ontstaan. Dat betekent dat de situatie onveilig dreigt te worden en inmiddels al onveilig is geworden. Daar zal actie op moeten worden ondernomen. En dat houdt in dat de brandweer nu gaat opschalen om te zorgen dat we die vuurlast bij deze tankwagen onder controle gaan brengen. We zien de crashtender opkomen. Op zich een bijzonder voertuig met een behoorlijke hoeveelheid water was aangegeven. Ondanks het gewicht van dit voertuig kan hij toch in 25 seconden 80 km per uur halen. Dat is kort. Met een maximum van 125 km per uur. In eerste instantie gaat deze de vuurlast van de tankwagen afhalen. De politie had een 70 totaal aan water. Het middenwerk zie je wel mee, een klein beetje water kan geen kwaad. Komt er zijn de brandweer mensen uit, volledig in de adembescherming, want we weten nu van tevoren niet welke gas er vrijkomen. Omdat er naast de tankwagen ook een auto in de brand staat en we de vuurlamp moeten gaan aanvliegen, dat betekent dat de crashtender op hoofdlijnen het vuur onder controle houdt en de brand op kortere afstand de vuurlamp gaat springen. De volledige adembescherming. En dat is best warm met dit weer, maar op zich zijn we natuurlijk met z'n allen voor getraind. De wagen is echt heet. En natuurlijk zit de auto ook vol met waar er ook een behoorlijke vuurlast bij komt. En we hebben natuurlijk nog geen indruk, indicatie van wat er allemaal in de wagen aanwezig is. Misschien wel gasfles achterin. We hebben op dit moment nog geen idee. De backup komt vanuit Christenberg. Je ziet dat het vuur last al is. Normaal gesproken zouden we dit soort branden ook met schuim kunnen afblussen. Dat betekent dat vanuit de Christenberg gewoon een schuimstraal op het voertuig wordt ontschuimd. Wat een hele effectieve en snelle methode is om het vuur te bestrijden. In de auto is nog een klein beetje vuurlast aanwezig, dat kan van dichterbij worden afgeplukt. En we zien dat de situatie om een slachtoffer weg te kunnen halen, wordt langzamerhand wel wat veiliger. Maar pas als het zwaait, echt staat op de hand, kan er een vervolgactie plaatsvinden.
de tankwagen stevig heeft gebrand en dus ook heet is, een behoorlijk wat massa heeft. Blijft een langere tijd koeling noodzakelijk. Dus we zullen voorkomen dat er weer opnieuw vuur kan ontstaan. Erbij. Het slachtoffer, als gezegd, is stevig gewonnen. Onderkant is eraan gehouden. Dat zal snel voor van land moeten worden, zoals u meegenomen van ambulance. De ambulance zal een korte paar nodig een klein beetje oplopen. In zoverre precies voldoende weer op de been is dat hij mee kan. Goede nieuws bij deze verdachte is dat hij nog ademt. Maar hij heeft zo te zien wel de nodige medicatie nodig voordat hij weer in de ambulance is. Je ziet ook de samenwerking en de brandweer. De brandweer in dit geval veiligstellen. De politie heeft een verdachte die ze toch wel graag in de gaten wil houden dat hij er niet vandoor gaat. De verdachte in ieder geval op de zo goed zo best mogelijke manier bij de politie weer terecht komt. Ambulance doet een aantal checks. Gezien het feit dat de verdachte blijft liggen, is hij er toch slechter aan toe dat dus vanaf afstand een beetje slecht te zien. Sensoren, plakkers aangebracht op de verdachte, zodat we de meest vitale zien op de monitor en kijken of hij voldoende zuurstof heeft, of hij adem of zijn hart nog klopt zoals het moet kloppen. De verwondingen op zijn arm worden verbonden, dat het kan worden. Branka komt uit de wagen. Het slachtoffer opgelicht worden. En daarna zal de ambulance vertrekken. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. De auto. En wat die auto?
De slachtoffer is zo goed mogelijk weer opgelapt. Er zal de ambulance ingaan. En de ambulance gaat met krachten trekken. Voor het vervolg. Je ziet inmiddels al een auto hangen. Aansluitend op deze demo is al opnieuw de autocrash. En gelijktijdig is achter de kazerne opnieuw de woonkamer die we in brand gaan steken wordt. Even voor de goede orde, kijk je naar de looproute, zometeen gaat dit open. De looproute voor richting de kazerne is achterlangs, achter het fietspad richting de kazerne. Dan kom je bij de brandverloopcontainer. En de route achter mij loopt parallel langs de weg, op langs het water aan de linkerkant. En rechtdoor kom je bij het veld waar ook de kinderspelen staan. De weg gaat zometeen plat, zodat we ook hier wat heen en weer kunnen lopen. Dat ook mensen dat jullie naar het andere veld kunnen. Let op, over een klein half uur voor de demonstratie. We gaan om 2:30 dezelfde demonstraties nog een keer doen. Dus de mensen die het niet hebben kunnen zien omdat ze op een plek stonden, waren toch het uitzicht wat minder. Waar het uitzicht niet helemaal was wat je had gehoopt.